Lucht. Luchtdruk. Hallo. In de eerste uitzending hebben we kunnen zien dat lucht zoveel mogelijk ruimte inneemt zodra het de kans krijgt. Ook zagen we dat lucht zo sterk is dat het een kolom water van wel 10 meter omhoog kon drukken. Die lucht om ons heen, die drukt overal heel sterk op. En dat was goed merkbaar toen we wat lucht uit een stuk buis wegpompten. Vandaag zien we vaster tobben met de luchtdruk. Gelukkig heb je niet altijd een pomp nodig om de lucht weg te krijgen. Je kunt de lucht ook gewoon wegduwen, als hij maar ergens naartoe kan. Kijk, ik heb hier twee boekjes. En die doe ik zo, om en om, in elkaar. Zo. En nou duw ik alle lucht tussen de bladzijden weg. En nu ga ik proberen om ze uit elkaar te trekken. En dat lukt dus niet. Maar waarom niet? Nou, tussen de bladzijden is helemaal geen lucht meer aanwezig. Daar drukt dus niks. De buitenlucht kan dan uit alle macht tegen de bladzijden aandrukken. Ik krijg ze niet uit elkaar. Wat een rotstreek, hè? Tenzij je er natuurlijk lucht tussen blaast. Nog een proefje met luchtdruk. Ik heb hier 5 speelkaarten. Nou maak ik mijn vingers een beetje nat. En ik druk mijn hand op de eerste speelkaart. En die blijft hangen. Ja, niks bijzonders zul je zeggen, maar let op. De tweede kaart blijft ook hangen. Hoe werkt dat nou? Nou, het kleedje waar de kaarten op liggen is niet glad. Er zit dus lucht onder de kaarten. De luchtdruk onder de tweede kaart duwt naar boven. En bovenop de tweede kaart drukt niks. De kaart wordt dus van onderen tegen de eerste kaart aangedrukt. En zo kan ik doorgaan. Nog een proefje met luchtdruk. Ik heb hier een latje op een glad tafelblad neergelegd. En daaroverheen een krant gevouwen. Nu geef ik een klap op het latje. En het latje breekt. Waarom breekt dat latje nou? De verticale pijltjes stellen de luchtdruk voor die op de krant werkt. Onder de krant is er geen lucht en dus geen luchtdruk. De lucht bovenop de krant houdt het latje aan deze kant vast. Nu sla je op de andere kant. Dan breekt de lat. Ken je dit? Het is een zuignapje, je weet vast wel hoe het werkt. Je duwt wat lucht onder het zuignapje vandaan en de buitenlucht doet de rest. Onder het zuignapje is nog maar weinig lucht, dus weinig luchtdruk. Daarom kan de buitenlucht het heel stevig vastdrukken. En zo kun je er van alles aan ophangen. Nu doe ik het zuignapje aan de binnenkant van de stolp, zodat je het goed kunt zien door het glas. En dan zei ik net dat de buitenlucht het zuignapje blijft vastdrukken. Dus als ik die lucht eromheen nu weghaal, wat gebeurt er dan? Hij valt eraf. Oh ja, de stolp is nu natuurlijk ook een grote zuignap geworden. Binnen in de stolp is helemaal geen lucht meer aanwezig. Dus de buitenlucht, kan er hard op drukken. Ik kan hem alleen maar loskrijgen als ik weer een beetje lucht toelaat. En dat gaat met dit kraantje. Wat
wil jij op je croissant? Ik wil bosbessen jam op mijn croissant. Ja. Laat jij hem even open. Ik krijg hem niet open, joh. Flink draaien. Nee, het lukt echt niet. Hoe kan het nou dat ik hem niet open krijg? Dat komt omdat er een vacuüm in die pot zit. Alle lucht is eruit gehaald. Dus de lucht van buiten drukt nu op die deksel. Ja. En daarom zit hij zo goed vast. Ja. Ja. En hoe krijgen we hem nou open? Door bijvoorbeeld een beetje lucht toe te laten. Hoe? Ja, probeer eens met een muntje eronder of zo. Misschien dat er dan een beetje lucht uit moet. Muntje. Je ziet dat ook voor het zuignapje geldt. Zodra je er lucht onder laat, doet hij het niet meer. Dit is een glad oppervlak. En dit is een ruw oppervlak. Hier doet hij het dus niet. Dit is het zuignapje op een gladde ondergrond, met buiten meer luchtdruk dan onder het zuignapje. De pijltjes geven het aan. En nu op een ruwe ondergrond. De lucht stroomt net zo gemakkelijk weer terug onder het zuignapje, waardoor de luchtdruk aan beide kanten weer gelijk wordt en het zuignapje dus niet blijft vastzitten. Je kunt zo'n zuignapje dus alleen maar gebruiken op een gladde ondergrond. En nu dit. Ik heb hier een plastic plaatje. Geen ruwe ondergrond dus. Het zuignapje zet ik erop vast. Heel stevig. En nu kan ik zelf bepalen wanneer die eraf valt. Of niet. Ik kan zelfs voorspellen wanneer die eraf valt. Nu. Hoe kan dat nou? Nou, in dit plaatje heb ik een gaatje geboord. En aan de achterkant houd ik mijn vinger er tegenaan. Er kan dus geen lucht doorheen en het zuignapje blijft zitten. Als ik mijn vinger nou weghaal, dan kan er wel lucht doorheen. En gaat het napje los. Hoeveel gewicht kan één klein zuignapje dragen? Ik zet hem goed vast. Die hang ik aan. Vijf kilo hangt er nu aan. Dat redt hij net. Nog iets erbij. Dat redt hij dus niet meer. Eén zuignapje hield 5 kilo omhoog. Als ik nou 3 zuignapjes neem, heb ik een 3 keer zo groot oppervlak waar de lucht tegenaan drukt. En die houden dus 15 kilogram omhoog. Rechts zie je 1 grote zuignap. Links zie je 3 kleine zuignappen met tezamen hetzelfde zuigoppervlak als de grote zuignap alleen. Daarom kun je er aan beide hetzelfde gewicht aan hangen. Dit is een pistooltje met zuignapjes. De afvoer van deze gootsteen is verstopt. Kijk maar, het water loopt niet weg. En met deze gootsteenontstopper kunnen we de verstopping weghalen. Een heel ouderwets ding, ken je vast wel. Je duwt hem op de afvoer. Je ziet dat de lucht eronder verdwijnt. En dan... Zie je? Zo haal je de verstopping weg. Eerst sluit je de afvoerpijp af door de gootsteenontstopper omlaag te duwen. Als je hem daarna weer omhoog trekt, dan wordt de ruimte tussen de verstopping en de ontstopper weer iets groter en daardoor wordt de luchtdruk daar kleiner. Lage luchtdruk heet dat.
De luchtdruk onder de verstopping is niet lager geworden. Die is nog steeds hetzelfde. En daarom drukte die de verstopping omhoog. Wie maken er nou eigenlijk gebruik van zuignappen? Vastert is erop uitgetrokken om dat te onderzoeken. Zuignappen worden voor een heleboel dingen gebruikt. Ook om glas te vervoeren. Kijk, hier heb ik een glasplaat en hier een zuignap. En die zuignap die kan ik erop zetten, goed aanduwen. En hoppa. Zit heel stevig. Nou is dit natuurlijk een heel klein glasplaatje. En voor het groter werk hebben we dan ook een drie naps. Zo heet dat. Maar voor het heel grote werk, moet je hier eens kijken. Dit is een glasplaat van 180 kilo. Nou, dat is bijna 5-6 keer zoveel als jij weegt. Dat kunnen we dus niet zomaar optillen. Dus daar hebben we die heel grote zuignap voor nodig. Zou die het houden? Nou, gaan we. Ja. Nou. De zuignap bij de glasplaat was heel groot. Maar deze eigenlijk ook. En die kun je heel makkelijk zelf maken. Een plankje met een gat erin. En daar plak je wat tochtstrips op. Bij deze zuignap zuigt de stofzuiger de lucht onder de zuignap vandaan. En omdat dit zo'n groot oppervlak is, is hij heel sterk. Kijk maar. Zuignapjes worden ook gebruikt in dit bedrijf, waar eieren worden gesorteerd en ingepakt. Daar staan de eieren die van de boer komen. Die worden daar door zuignapjes op de lopende band gezet. Dan worden ze hier door andere zuignapjes op deze lopende band gezet. Dan worden ze gecontroleerd, de kneusjes worden eruit gehaald en dan worden ze gesorteerd op gewicht. En ingepakt. Niet alleen mensen gebruiken zuignappen, ook dieren. En hier in het Marinarium in Utrecht hebben ze een fantastisch mooie octopus. Octopus, dat betekent letterlijk dat hij 8 armen heeft. En dat is al bijzonder, maar wat nog mooier eraan is, dat hij aan die armen allemaal zuignapjes heeft. Misschien kun je het zien, hier zijn ze heel groot en dan worden ze steeds kleiner. En daar klemt hij zich mee aan die ruit vast. En zo kan die lopen eigenlijk. Die zuignappen die gebruikt hij ook om zijn prooi te vangen. En te kraken. Is minder sympathiek, hè? Hier zie je een zeester die in de Noordzee voorkomt. En hij heet de zonnezeester. En als je goed naar hem kijkt, dan begrijp je wel waarom die naam heeft. En ook deze zeester die gebruikt zijn zuignapjes om kleine schelpdieren te kraken. En hier zien we zijn broertje. En die hangt met zijn zuignappen tegen het glas. Die kunnen we mooi van onderen bekijken.
Dieren gebruiken dus zuignappen. Beter dan wij dat doen. Alhoewel, een beetje kunnen wij het ook. Met onze handen. Ik leg ze in elkaar. En je hoort hoe de lucht naar binnen en naar buiten stroomt. En dat je handen aan elkaar kleven. Of dit. Twee zuignappen. Je doet ze tegen elkaar aan. En je krijgt ze bijna niet meer los. Maar dit. Deze hier, dat zijn de allermooiste. Ze heten de Maagdenburger halve bollen. Twee helften die op elkaar passen. Maar wat is er nou de grap van? Ik krijg ze met geen mogelijkheid los. Vastert gaat het ook proberen. Kijk, weer twee Maagdenburger halve bollen waar de lucht uit gepompt is. Deze zijn iets groter dan daarnet, maar ik denk dat het mij wel lukt om ze uit elkaar te trekken. Nou, wel zwaar, maar... Gaat niet. Hiemke? Vastert, zal ik jou eens even helpen? Ja. Kom maar. Misschien met z'n tweeën. Nou, dan lukt het vast. Eén. Klaar. Twee. Kom, trekken. Trekken. Hé, Vastert. Ik geloof dat daar de hulptroepen komen. Momentje. Nou, zullen we eventjes helpen? Ja, ja, we zijn al een tijdje bezig, maar als jullie... Ze moeten uit elkaar. Moeten uit elkaar? Ja. Jezus, minder wat de dingen. Oh, ze zit vast. Ik heb het weg. Oh, wat zit er vast? Ik moet los kunnen. Ja, stop maar heren, dit lukt niet. Volgens mij moeten we even daar naartoe gaan. Nou. Oh ja, wat zullen we proberen? Ik denk dat dat beter gaat. Oh ja. Dat gaan we rijden. De lucht wordt uit de bollen weggepompt. Hoe minder lucht er in de bollen zit, hoe lager de luchtdruk in de bollen. Is alle lucht uit de bollen weggepompt, is er zelfs helemaal geen luchtdruk meer in de bollen en drukt de buitenlucht de bollen stevig tegen elkaar. We nemen nog even door wat we vandaag allemaal gezien hebben. Lage luchtdruk kun je op twee manieren verkrijgen. Ten eerste, door de ruimte waarin de lucht zit groter te maken. Ten tweede, door de lucht uit de ruimte weg te pompen. Is ergens alle lucht uitgehaald, dan moet je van zeer goede huizen komen, wil je in staat zijn het tegen de luchtdruk om ons heen op te nemen. Dit was het. Dag, tot volgende keer.